Wilfried Peters, we staan aan de vooravond van een nieuw seizoen. Eerst even terugblik op 2013. Geslaagd, dacht ik, hè? Ik denk het wel. Ik denk als je ziet de overwinning die we bij elkaar gehaald hebben, in alle grote rondes toch ritten gewonnen. Klassements in de Tour met Kwiatkowski. Niet echt op een podium, maar toch goede resultaten gehaald. Tweede keer wereldkampioen ploegentijdrit. Wereldkampioen individuele tijdrit met Martin een andere keer. Dus ik denk op dat gebied dat we zeker niet mogen klagen. Toch wordt jullie ploeg als geen ander getaxeerd op het klassieke voorjaar. Dat viel misschien tegen. Maar ik denk Tom Bonen heeft niet het jaar gehad zoals we gehoopt hadden. En heeft van in december al beginnen sukkelen met zijn gezondheid en zijn kwetsuren. En eigenlijk heeft hij een rot jaar gehad. Dus 13 was geen geluksgetal voor hem. En daarom hem vervangen is niet makkelijk. Maar aan de andere kant hebben we dat wel goed kunnen maken in het rondewerk. Bonen heeft er wel gewoon op nagehouden dat hij een slecht jaar met een goed jaar afwisselt. Dus wat dat betreft belooft dat wat voor 2014? Ik denk, zoals al een paar keer gezegd, dat hij gezond mag blijven. Tot nu toe heeft hij een hele goede winter gehad. Als hij vrij kan zijn van kwetsuren, dan gaan we zeker met Tom Bonen zien in het voorjaar voor de overwinning. Gaan jullie Sylvain Chavanel missen in het klassieke werk? Ik denk Sylvain was een zekere meerwaarde bij ons in de ploeg. Hij heeft zeker zijn deel van de overwinning naar zich toe gehaald. Maar aan de andere kant heeft hij gekozen om naar een andere ploeg te gaan. We hebben nu iemand in de wachtkamer zitten, wat Stibar gedaan heeft vorig jaar. En ik hoop dat er een paar jongens vanaf de tweede rij toch naar voren gaan. Een Maas, een Van Kersbeluk, die kunnen misschien dan plaats innemen van Sylvain Chavanel. Sommigen zeggen Stibar kan dit jaar al Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen winnen. Eens? Misschien wel. Dat kan zeker en vast. Hij heeft dat vorig jaar bewezen dat hij ook die finales aan kan. Als hij daar die tik niet krijgt op de laatste Carrefour de Larve, wil ik nog wel zien wie van deze drie op de piste overwinning naar ze toe haalt. Maar aan de andere kant, de ervaring dat een Tom Bonen heeft. Ik denk dat Zdenek daar heel veel van leren. En alleen maar kan gebruiken naar de toekomst toe. Als we kijken naar het rondewerk, hebben jullie Rigoberto Urán binnengehaald. Niet voor de Tour de France dit jaar, maar wel voor de Giro. Ik denk je moet keuzes maken in deze wedstrijden. En, dit jaar start de Tour in Engeland. Ik denk dat we moeten zorgen dat Kevin die goed op link is in de Tour om dan onmiddellijk de eerste week al te scoren. Maar aan de andere kant hebben we dan gekozen voor Huberto Urán om de Giro te rijden. En ik denk dat we daar een ploeg rond hem moeten bouwen, dat hij toch een heel goed klassement kan rijden. Kwiatkowski, vorig jaar 11e in de Tour de France. Daar zit nog heel veel progressie in. Vorig jaar heeft hij een beetje de twee gecombineerd, zowel het eerste deel van de klassiekers met de Ronde van Vlaanderen en dan het tweede deel en dan naar de Tour toe. Wij gaan met hem proberen te scoren op het tweede deel met Amstel en Luik en dan zich ook toe te spitsen op het kleine rondewerk.